Yo gasten, welkom terug bij een nieuwe PES video, PES 2017 op de PS4. Goed, ik heb natuurlijk de vorige video gevraagd wat jullie het liefst zouden willen. En de meeste reacties zag ik gewoon, dat was Master League. Dan gaan we dat dus ook doen. Ik weet alleen nog geen team en daar gaat deze video over. Jullie mogen dus op het team gaan stemmen. Ik heb al wel de tijd genomen. Ga ik eventjes laten zien om alle teams te bewerken. Nou, dat doen we gewoon even zo. Kijk, de competitienamen zijn nog steeds fake. Engelse competitie en shit. Maar ik was te lui om dat aan te passen. Maar de teams zijn tenminste echt. We hebben Arsenal stond te wachten. Maar we hebben gewoon Bournemouth, Burnley, Chelsea, Crystal Palace, Everton. We hebben gewoon alles, weet je. Ik kan wel elk team op gaan doen. Maar we hebben de echte teams. En ook... wat zoek ik nou? De Spaanse competitie was blijkbaar ook fake. Dat wist ik nog niet eens. Spaanse competitie zat er vroeger altijd wel in. Maar zoals Real Madrid was geen Real Madrid, maar iets anders. Maar ook hier hebben we nu gewoon alle teams en ook tenues. Dus dat is super chill. En ook in de Italiaanse competitie was Juventus niet Juventus. Maar ook hier is nu Juventus gewoon Juventus. Dus dat is super chill om alle echte teams te hebben. Een van de teams die ik veel in de reacties, het werd in ieder geval redelijk wat geliked in de reacties, was Manchester United. Dat wordt een team om op te stemmen. Maar ook is er een keuze voor Liverpool bijvoorbeeld. Wat kleinere Engelse teams, misschien een West Ham United of zo. Of ja, ik weet nog niet precies welke teams ik erin ga zetten. Ik denk niet dat ik Nederlandse teams erin ga doen, omdat we al de Ajax career mode hebben in FIFA. Dus dan gaan we hier niet nog eens met een Ajax en Master League doen. Ik zag die reactie wel staan. Maar nee, dat gaan we niet doen met Ajax. Want we hebben de career mode met Ajax. En dan hoeven we niet nog eens de eredivisie te gaan zien in PES. Dus sowieso gaat Manchester United erbij staan. Liverpool gaat erbij staan. En wat andere teams. Wat Spaanse teams. Wat Italiaanse teams. En wat Franse teams. Want de Franse competitie zit er ook in. Goed, in ieder geval. Jullie mogen dus gaan stemmen. Een link zal staan in de beschrijving naar een straw poll. En daar zien jullie de teamkeuzes ook bij staan. Dus ik zou zeggen, ga vooral stemmen. Mocht je team er niet bij staan. Ik zou zeggen, je mag het achterlaten in de reacties. Maar ik denk niet dat dat echt veel zal gaan helpen. Want ik let gewoon echt op die straw poll. Want dat zullen teams zijn die ik ook... gewoon wil gaan gebruiken en het meeste plezier aan zal gaan hebben naar mijn eigen mening in ieder geval. Nou ja, voordat ik weer veel te lang blijf lullen, dit was het voor deze video. Stem ze in de straw poll en dan zal de Master League serie binnenkort gaan starten. Mocht je er zin in hebben, like dan deze video en deel het, dat kan mij enorm helpen. Ik bedank jullie alvast voor het kijken en ook alvast voor het support. En ik check jullie bij de volgende video. Tot dan, laters.